Het is hier nu nog rustig en dat moet aankomende vrijdag natuurlijk helemaal anders. Met de steun van het publiek en met de goede instelling en met de goede spirit, dan heb ik er vertrouwen in dat wij dat nog kunnen rechtbreien. En als het hier dan propvol zit, dan moet die stemming er natuurlijk goed in zitten. Ja Peter, hoe ga je dat eigenlijk doen? Zo'n sfeer weten neer te zetten, zodat iedereen massaal als 12e man achter FC Emmen gaat staan. Al de stadionspeaker Peter Mulman. Zijn enthousiaste stem doet de harten van menig FC Emmen supporter sneller kloppen. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Mulman ziet het nog steeds zitten deze vrijdag. 4-1 is een hele grote achterstand. Maar goed, wanneer het publiek erachter gaat staan en iedereen massaal FC Emmen richting die tweede ronde wil schreeuwen, ja, dan denk ik wel dat er heel veel dingen mogelijk zijn. En uiteraard helpt hij als speaker waar mogelijk. En wat is het geheim van van goed speakerwerk? Gewoon je ding doen. En hoe doe jij dat vrijdag? Ja, gewoon op de manier zoals ik het anders ook altijd doe. Het is wel de kunst, want uiteindelijk moet je wel een beetje neutraal blijven. Maar goed, als FC Emmen scoort, dat komt er toch altijd wel een stukje emotie los. En dan probeer ik dat wel zo neutraal mogelijk te doen. Maar vaak dan merkt men op de tribune wel van, hé, dat is er wel eentje van FC Emmen. Het heilige kunstgras van de Meerdijk ligt er prima bij. Peter is er ook klaar voor. Yo! Het mirakel van de Meerdijk, jongens. Het is aan jullie nu.